is tropisch warm. En ondanks dat we het niet echt gewend zijn, genieten we er wel van. De een doet dat op het water, de ander in de zon, weer een ander haalt een ijsje in de binnenstad of maakt een wandeling langs de Zijl. Het is eigenlijk heel lekker. En de media die voorspelt dan ontzettende hoge temperaturen en dat je maar het best binnen kan blijven zitten. Nou, ik ben anders van mening. Ik denk naar buiten ermee en op de wandelpaden voortgaan. Nou, toch maar even de schaduw opzoeken. Ja, vanwege het feit dat ik woon op een camping en daar is het ook heel erg heet. Dus we dachten, nou, we gaan hier aan het water, aan de Zijl zitten. En dat is wel prettig vertoeven eventjes. Wat een heerlijk weer, hè, mevrouw? Ja, heerlijk. Ik geniet er ook echt van. En het wordt wat koeler, dus dan geniet ik nog meer. En ik heb mijn boodschappen gedaan en dan vind ik dat ik een ijsje verdiend heb, toch? Nou, voor een ijssalon is het natuurlijk een toptijden. En dat is wat wij willen. Gewoon lekker ijs verkopen. Dat is wat wij zo graag willen. Klaar, heerlijk. En voor welke smaken gaat u nou met zulk heet weer? Ik zelf neem Malaga. Maar ik heb voor mijn ene kleinkind neem ik hazelnoot, voor de andere aardbeien. En dan neem ik voor allemaal een ijsje mee. Populaire smaken zijn een beetje de Braziliaanse kanten. Dat is bijvoorbeeld de maracuja, de mango papaya, de guaraná. Beetje, ja, een echte Zuid-Amerikaanse ijssalon is dit eigenlijk. Wat raad je mij nu aan? Ik raad jou op dit moment de maracuja aan. Zeg maar zo'n Braziliaanse passievrucht. Lekker de frisse kant. En het is gewoon heerlijk. Dat is lekker fris. Mag ik hem proeven? Ja, natuurlijk. Dit is de maracuja. Dit is een Braziliaanse passievrucht. Lekker fris. En die gaat vanzelf de samba doen als je dit een paar keer proeft. Hij is op, hij is heerlijk. Ja, nou helemaal top. Dankjewel. En zoals het er nu uitziet kunnen we nog wel even genieten van het mooie weer. Niet zo tropisch warm, maar de temperaturen blijven zo rond de 25 graden.